Clary Linger, een van de meest markante persoonlijkheden binnen de NDP, is vandaag ingeslapen. Linger heeft in zowel maatschappelijke als politieke posities gediend. Binnen de NDP heeft ze diverse functies vervuld. Voor het laatst als chef secretary op het kabinet van de president tijdens de regering Boutersen. Linger had ook zitting in de Raad van Commissarissen bij de Centrale Bank van Suriname onder governor Robert van Trict. Linger is tot haar pensionering werkzaam geweest bij de Centrale Bank van Suriname, waarvan de laatste 15 jaar als hoofd van de afdeling Binnenland. Na haar pensionering heeft zij haar krachten gegeven op het secretariaat van de NDP en trad ze ook op als waarnemend voorzitter. De partij ervaart haar heengaan als een groot verlies. Clary Linger werd 73 jaar.